Leuk dat je kijkt naar deze week vlog. In deze week vlog heb ik onze gesponsorde deken van Ducas een aantal keren laten zien. En wat wil nou als ik met Verona rij, als ze eerst de Recoptex op heeft gehad, dan kan ik vrij snel al met haar aan het werk. Ze loopt bij voorbaat al lager met haar hoofd en ik kan er makkelijker aan de teugel gaan rijden en een beetje verzamelen. Als ik dat niet doe, ben ik met Recoptex misschien 10 minuten kwijt en zonder Recoptex een half uur. Zelfs als ik de methode van Roos Dijssen toepas, in het begin was het 20 minuten, maar inmiddels is ook dat na een half uur alweer. Dus in die zin is het een deken die activeert het paard gewoon alvast. En ik hoef niet korter te rijden, maar voor Verona is het wel fijner. Omdat ze dan minder gespannen is, meer ontspannen is natuurlijk. En haar rug dus optilt om vervolgens wat meer te verzamelen en wat omhoog te brengen. Dus gewoon betere werking van de spieren. Onze lieve sponsor Ducas, die stelt een deken voor een van jullie beschikbaar. Dus je kunt een deken winnen. En wel deze Recoptex natuurlijk. Wat moet je daarvoor doen? 1. Geabonneerd zijn op Hart van Paarden. 2. Deze video delen. En als derde ons je probleem vertellen waarvan jij denkt dat de Recoptex daarvoor een oplossing zou kunnen zijn. Dus heb jij een paard met misschien iets zoals Verona die wat langer nodig heeft om wakker om warm te worden. Of misschien heb jij wel andere spiergerelateerde dingen of andere dingen waarvan je denkt, daar zou die Recoptex best wel eens een oplossing voor kunnen zijn. Zet dat dan in je e-mail. Doe erbij een screenshot van het feit dat je op ons geabonneerd bent. En dat je deze weekvlog hebt gedeeld. En dan maak jij kans op de Recoptex. En we maken de winnaar bekend. Even denken hoor. Je hebt tot volgende week vrijdag. En dan maken we in de volgende weekvlog gelijk de winnaar bekend. Dus wie weet ben jij dan de winnaar van deze prachtige Recoptex deken. Zaterdag en de vakantie is voorbij. En ik heb mijn camera thuis laten liggen. En de oplader zit in de auto. En de auto staat in Italië. Dus helaas kunnen we momenteel niet met onze mooie trailer weg. Want ik heb nu een heel klein autootje. Een Opel Karl. Dus dat schiet niet heel erg op. Dat is wel heel erg jammer. 7 oktober hebben we Boekelo. Dus ik hoop dat dan de auto uit Italië gehaald is en gemaakt. En dat hij gewoon de trailer weer kan trekken. Anders hebben we dus echt een probleem. Ja, het lijkt ook gelijk wel weer herfst. Klaar is met de zomer. Wat jammer is. Maar goed, volgende week schijnt het beter weer te worden. Elisa die gaat ons wat meer helpen, gelukkig. Dus die helpt met het verzorgen van de paardjes. Dus daar ben ik heel blij mee. En ja, iedereen is terug van paniekamp, terug van vakantie. En nu moeten we dus weer aan de slag. Ja, ik moet mijn oplader nog hebben. Altwin heeft er een besteld voor de camera. Dus dan kan ik de camera gewoon weer gebruiken. Maar ja, die is nu leeg. Dus nu zou ik het dus eventjes weer met mijn telefoon moeten doen. Zoals ik dat vroeger ook altijd deed. Ja, ik denk dat maandag het normale leven voor iedereen weer gaat beginnen. Maar voor ons eigenlijk vandaag alweer. Tessie is weer herinnerd met Bel na Ponykamp. En bezig met de hoefjes. Daar is ze. Met Bel gaat het gelukkig helemaal weer goed. Alle schimmelplekjes zijn weg. En alle infecties. Je ziet het nog wel. Want je ziet hier wel zeg maar waar ik dus weer haar aan het groeien. Dat is de grootste. En op de beentjes heeft ze witte haartjes gekregen. Kijk. Daar is dat een hele grote, dus nu hebben we witte haartjes in plaats van blond, roskleurig, maar goed. Dus we zullen wat schoonmaken. En aan het lakken. En aan het lakken. En zoals ik zei, Elisa gaat ons wat vaker helpen. Die is nu hard bezig met de benen van Verona. De Verona die heeft vrij snel last van de achterbeentjes. Oeh, daar moet niet, de telefoon in de rotzooi. Dus die is even lekker met betadine aan het wassen. Zo, wij gaan zo rijden en daarna gaan we naar Kim haar verjaardag. Wat gaan we nog meer doen? Soep eten denk ik. Oh ja, soep eten. En we hebben vanmorgen, we hebben vanmorgen een livestream gehad en als je die nog even naar wil kijken, dan zullen we een i'tje invullen. En daar vertellen we wat we gaan doen, hoe de vakantie was en hebben heel veel vragen beantwoord. Ja. Heel veel. Nou, tot zo.
vandaag is Kim jarig. Tenminste, ze viert haar verjaardag. Dus we hebben weinig tijd om te rijden. Omdat we vanmorgen livestream ook al gedaan hebben. Dus ik pak nu even de Recuptex. Dat is echt de enige nadeel aan die deken. Die naam. Ik weet niet wie hem verzonnen heeft. Dat zal vast ook iets heel belangrijks betekenen. Maar ik vind hem lastig. Ik hoop ook dat ik het goed zeg. Maar de therapiedeken van Bukos ga ik even halen. En dan... water, bah. En dan gooi ik die alvast even op. Dan kan ze alvast een beetje opwarmen terwijl ik de spullen pak. En daar zal ik er straks ook mee uitstappen in de stapmolen. Omdat ik gewoon heel weinig tijd heb vandaag. Maar ik toch eventjes wil rijden. Zo, zet hem op. Kan ze ondertussen nog even wat eten. En alvast een beetje warm worden. En dan ga ik mijn spulletjes pakken. Het is me gelukt. Ik zit erop. De Satje is ook klaar. Die was eerder klaar dan ik. Dat gebeurt niet graag. Dus trots op haar. Soms dan zeg ik, we hebben haast en dan gaat ze rustig de pony scheren. Maar vandaag was ze heel vlot. En daar is ze dan, hè. Wat ga je doen? Gaan rijden. Ja, dat snap ik. Oh, nog een keer. Wat ga je doen? Gaan rijden. Ja, dat snap ik. En verder? We hebben maar kort vandaag, hè? Ja. Ik ga echt de timer zetten op een half uurtje. Ga jij de timer zetten? Ik ga de timer zetten. Oké. Okay. Okay. We gaan dus rijden. Even de camera wegleggen. Goed, als je geen tijd hebt, wat ga je dan doen? Springen. Komt ze. Hoppa. Misschien kan je er nu op gaan zitten. Ja. Daar was ze al. Ze was iets sneller dan gedacht. Nou, nog een keer. Dat was een beetje een gekke bocht. Maar ja, goed. Als het wel springt. Is prima. Nou, galoppeer hem nog een keer en dan is het klaar. Ja. Maak maar, galoppeer maar gewoon door in plaats van die rare rondjes van je. Rijd dan om de hindernis heen. Of niet? Het gaat nu heel raar doen. Maar gaat ze naar Groningen of zo? Maar goed, Bel vindt best. En die springt weer weg. Zo. Zo, we zijn er inmiddels af. Aan het opruimen. En Verona en Bel staan even in de stapmolen om uit te stappen. Verona heeft de Recuptex opgedaan. Bel even niet, want die kon er zo snel niet vinden. Nou ja, die hangt aan het dekenrek. Moeten we nog snel op het meer lopen. Daar is Verona. En daar is ons belletje. En nu gaan we opruimen. We zijn klaar met de paardjes. We zijn nu onderweg naar huis toe. Even douchen, omkleden en dan naar Kim. We hebben wel heel snel gedaan vandaag. Maar ja, ik had zelfs bij het rijden een timer gezet. En ik had nog een sprongetje kunnen maken. Ja, dat was wel leuk. Eigenlijk niet zo handig vandaag, maar goed. Nou ja, wel leuk. Ja, leuk, precies. Nou, op naar Kim. Ga je nog wat zeggen? Welkom bij deze weekvlog. Tess is al heeft opgereden en ik mag nu zelf rijden, dus dat is heel fijn. Er zit een Recuptex-tekentje om, ja. Omdat het te lang duurde bij mij. Nou, dat niet alleen, maar het is wel lekker geworden dan. Van de week had ik het ook al gedaan, dan heb ik in de week zo gezien dat het goed is. En ze loopt gewoon soepeler. En de weerstand moet weer wat omhoog. Ik moet toch wel even aan het schrijven, hoor. Yeah, kusje van Verona! Mijn moeder is net klaar met rijden. En oh, kijk, er staat Vroontje, staat heel blij te kijken. Tada! Hallo, Patty! Ja, maar ik ga even naar de dierenarts. We gaan even een longspoeling laten doen. Ze is de hele tent uit haar. Oeh, kijk! Ze heeft hier allemaal slijm. Ja, dat is niet erg. Ze hoeft de tent bij elkaar. Dus morgen gaan we even de dierenarts laten komen. Oké. Okay. Alvast. Ik heb net ook alle zadels schoongemaakt. En ja, het ging ook best goed. Heb jij nog vandaag iets te zeggen, paard?
Nou, ik heb kriebel. Dan gaan we even kriebelen. Niet doen, Verona. Verona gaat nog even in de stad wonen. En dan om toch de beweging te krijgen. Want dan is dat weer het volgende probleem met de politie. Ja, met een mooie repedekstekentje op. Wil jij erin wonen zetten, ga je dat? Ja. Ik ga even wel een vliegtekentje. Ze heeft nog steeds een beetje last van infecties en dan als daar vliegen in gaan zitten wordt het alleen maar erger. Dus dan even een vliegendekentje op. Wat doet deze chunk hier? Oké, dat moet er even uit. Oké, leg een chunk op de plaats. Baby. Kipzaai! Nu de poddy! Niet doen! Tekentje zit erop. Ik ben de hele tijd paaltje aan het springen en ik ga. Ik ga zo naar de springles bij Stephanie. En het regent een beetje, dus ik heb voor de zekerheid maar mijn regenjas meegenomen. Ik heb vandaag springles. Ik hoop binnen, want buiten giet het. En ik heb wel zin in. Losrijden maar, denk ik. Denk hop hop in galop. Oh nee, doe maar eerst stappen. Ja, goed. Zo, de les gaat beginnen. Controle over alles. Alles wordt even gecontroleerd. En de jasjes hangen aan de paaltjes. Dus we hebben vandaag roze hindernisjes. Okay. Dat is toch schattig? Ja. Nou, we gaan... De eerste keer, ik weet niet wat, want dat heb ik even niet gevolgd. Maar ze zal wel over de hindernis heen komen. Nou, een klein beetje binding met de teugels. Oké, mooi in de aanzien, dan ga je het even maken. Dan probeer je door, dan kom ik gelijk nog een keer, ja? En jij blijft lekker op de kont zitten, schouders naar achter, beugeltjes lekker uitdrukken. Zo, nu al kijken waar je heen gaat. Zo ja, mooi lente. Mooi in binnen uitkomen, hou je been raar, achterhoofd blijft zitten, maar heel goed, best teken. Mooi die bending uitrijden, dus je mooi recht naar de sprong rijdt. Kijk waar je in gaat. Mooi binnen uitkomen, hou je steken, uitsteken. Even stappen. Zijn we maar wenden. Zo, iets tegen. Kom met je been gestemd, kom overheen. Nou, dan gaat het weer. Sorry! Dus galopperen. Iets ruimere wending nemen daar. Hou iets tegen, blijf achterop zitten en kom maar meteen. Kom maar. Uitsteken. Ja. Nou, rijd je totaal. Kijk waar heen gaat. Jij houdt ietsje tegen. Nou. Kom maar meteen. Uitsteken. Mooi recht rijden. Dus mooi recht door. Tot de hoek slaan. Ja? Okay. Dat je een mooie recht uitrekt naar de sprong. Zo, iets binnen houden, iets tegen houden. Uitsteken. Hey, daar sprong die mooie voet van de sprong. Voel je dat? Hij sprong daar mooi in de voet van de sprong. Voel je dat? En je zit nou ook in een goede galop. Iets ruimer wenden daar. De opvang met je huid terug bij je been. Uitsteken. Even stappen en hier komen. Even belonen, langs, dus wenden. Zo, en dan ga je nou zo naar binnen toe. Hou iets tegen. Kom maar even naar binnen. Kom maar. Uitsteken. Nou, dan rij je mooi tussen. Hij mag daar niet nieuw kap snijden. Voel je wat hij doet? Ja. Dus dan moet je klein beetje met je binnenbeen komen daar. Je mag ook wel iets tegen wenden hoor. Kom maar iets tegenhouden, dan ga je de hart en je benen aan. Uitsteken, voel je dat? Ja. Goed, nou ga je mooi die hoek door, voel je dat? Ja. Oké, nog één keer. Hart tegen,
Wat moet jij dan doen dat je niet erop komt? Ja, heel goed. Maar jij kan ook gewoon je benen er tegenaan houden en lachen proberen. Je moet deze iets meer tegenhouden. Die kan je gewoon tegenhouden. Dan moet je die er wel iets meer inzetten, anders valt hij in brand. Ja. Snap je wat ik bedoel of niet? Ja, ik snap het. Jij moet gewoon vloeiend dadelijk 7, 8, 7 kunnen rijden. En ook door de week kan je ook gewoon langzaam galopperen, dan moet je gewoon net zo doen dat je net niet in draf valt. Dus je moet een grensje op gaan zitten, dus galopperen langzaam. Maar hij mag niet in draf vallen. Dat is jouw oefening van volgende week, ja? Dan mag je dan oefenen. Oké. Dan doe je hier maar even op de volgende, kan je iets langzamer galopperen. Hou je iets tegen. En hou jij je benen aan. Tegenaan. Langzaam proberen. Langzamer, langzamer. En jij laat jij eens achterover zitten. Ja, ja. Daar ga je langzamer proberen. Zo, dan ga je iets harder. Nou maar een beetje stil zien. Zo, nou maar weer tegen. En weer langzaam. Ja, ja. Kijk, dit is langzaam proberen. En zo rij je naar dit lijntje toe. Ja, langzamer. En je gaat gewoon blijven zitten. Niet hard gaan rijden. Wat ben jij voor juf dan? Ja, maar ik kan niet tegelijk. Oké, nog één keer. Ga ik even meetellen, ja? Precies hetzelfde als net. Les gehad bij Steven. Ik vond het super leuk, maar ik vond het ook wel een klein beetje eng. Want ik dacht, hopelijk gaat Bel niet weigeren. Maar gelukkig heeft ze dat niet gedaan. Eén keertje. Nou, ja, één keertje inderdaad. Eén keertje. Dat was jouw schuld. Oké, dat was mijn schuld. Ja, ik was te lief. En ik hield mijn benen er niet goed aan. En daardoor weigerde ze. Maar voor de rest ging het hartstikke goed. Donderdag, Tess heeft boodschappen gedaan en ondertussen appeltjes en worteltjes gekocht voor onze paardjes. Vanmorgen is de dierenarts geweest, want Verona die hoest weer te veel. En die heeft even gekeken naar hoe ze erbij staat. En kon eigenlijk niks bijzonders vinden. Eten was in orde, stal was in orde, verder niks bijzonders. Dus ze hebben een longspoeling gedaan. Dat was bijzonder om mee te maken, omdat ze een slang in hun neus krijgen. Waar ze gewoon 5 enorme spuiten water in gooien. Ja, het zal geen water zijn, maar zoiets. En dan vervolgens er allemaal weer uithalen. En ze hebben ze dus dingetjes die ze kunnen onderzoeken. En dat duurt ongeveer een week. En dan weten we hoe het, of er iets zit. En anders zullen ze in haar keel moeten gaan kijken. Want het lijkt niet uit de longen te komen. Dus daar moeten we dan eventjes naar kijken. Ze is toen een beetje gesedeerd voor 400 kilo. Ze weegt 5,34. Dus... Nou, dus hebben we samen 3 kwartier gewandeld. En daarna heeft ze nog 3 kwartier buiten gestaan. En nu is ze weer hongerig naar appeltjes en pintjes. En gaat dat prima. Wat wel zielig was, was dat er een paar traantjes over de wangen liepen. Dat vond ik wel echt zielig. Kijk, jij hebt hier weer. Nee, dat is anders. Het is gewoon prut. Dus ze wordt nu even lekker extra verwend met een pintje. En een appeltje. Niet zo'n te grote stukken. Anders dan moet er straks weer wat uit haar keel gehaald worden. Ja, maar... Oh ja, je wilt die appel? Nee, ik bedoel de wortel. Wortel, appel. Allemaal. Dit is een appelsapmaker. Kwijlen. Niet dat hele stuk. Straks moet ik het uit de keel halen. Ze heeft het zelf al gesloopt. Nou, speciaal omdat je zielig was, paardje. Maar op zich gaat het prima nu met haar. Ze moet even een paar dagjes rustig aandoen. En ze krijgt wat spul tegen het hoesten. Omdat dat niet zo lekker is als je net zo'n slang in je neus gehad hebt. Dus dat. In Bel is vrij vandaag. Vrouw is vrij vandaag. Dus we zijn eventjes hier om te kneuterig te doen, denk ik. Het is vrijdag en dat doet Kim altijd Vroon. Maar omdat ze zo hoesten, doen we vandaag even longeren.
Maar ze deed heel vervelend. Kim heeft wat filmpjes gemaakt, dus die zal ik er even inplakken. Nou joh. Dus misschien heeft ze ook wat last van haar darmen, dat weet ik niet. Maar we hebben even de recup tekst erop gegooid, zodat de bloedsomloop wat beter wordt. En dan hopen we dat het beter gaat. En ze moet wel bewegen, want anders krijgt ze natuurlijk weer last van haar buik. En zo blijf je lekker bezig. Nu even snel naar Tess. Zo, Tess inmiddels gevonden in de buitenbak. En die gaat even oefenen. Ja. Nee, ze ging wel goed en toen weer niet en toen weer wel. Of niet. Dus nog een keer. Ja, als je doorgedrukt had, dan had ze het wel goed gedaan. Zo even met de rechter galop. Nee. Die broeken van Montour zijn echt geweldig. Ja, ik voel me net een reclamebureau. Nee. Ze zijn wat hoger. Daardoor zit je een soort van normaler. Dus Tess heeft hem nu ook. Ik ben jaloers, want ik wil die ook, want er zit een bitje op. Ja. Nou, ze had vandaag een paar keer nodig. De laatste tijd gaat het juist heel snel goed. Dat ze meestal in één keer aanspringt. Maar vandaag is blijkbaar niet haar dag. Dus dan moet het in 3 keer. Wat op zich natuurlijk helemaal niet erg is. Want voor de rest is het natuurlijk een super brave bassie. Keurig hoor. Oeh, is leuk, leuk. Het is maar heel even, maar toch altijd weer leuk om te zien. En meer ontspannen ook. Dus dat is sowieso goed. Keurig. Nog een keer. Kijk die pony lopen. Kijk, Tess is rijden. En het zijn maar hele kleine stukjes. Maar als ze het samen door hebben. Kijk dan. Ja, nu is het neusje iets te veel eruit. Ja, precies. Voelt het. Teugels op maat, Tess. Goed door, ja. Goed zo. Goed doorgezet. Ah, leuk hoor. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet niet dat we de winactie van Bukas doen met de recap tekstdeken. Daarvoor moet je dus even ons mailen met een verhaaltje waarom jouw paard de recap tekst goed zou kunnen gebruiken. Mag ook een pony zijn, want ze zijn er echt in alle maten. Eventjes een screenshot maken van dat je geabonneerd bent op ons. En eventjes deze video delen. Als je dat allemaal gedaan hebt en naar ons toegemaild hebt, dan hoor je misschien volgende week dat jij de winnaar bent van deze recap tekstdeken. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video en heel graag tot morgen. Doeg!